zo, Kees. Waarom is dit nou jouw favoriete route? Moet ik dat nog vertellen? Ja. Kijk. Is toch fantastisch? Kleinschalig. Riviertje. Scheefgezakte boerderijen. Rieten daken. Knotwilgen. Riet en biezen. En van die lange slagen hier door het land zo, tot waar het oog reikt. Nou, net hier niet, maar hier wel. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in één groot verband. En dan volgt en de lucht hangt er laag. En de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Nou, dat slaat ook op dit land natuurlijk. Dus eeuwig door het water te grazen genomen als er weer eens een rivierdijk doorbrak. Een helder, fijn bewolkt, temperatuur 11 graden. Strekking Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum, zuidwest tot west, 12 graden. Is er zo'n 100 liter regenwater gevallen per vierkante meter. De enige tijd zeer zware storm tot orkaankracht. Op verschillende plekken is het knap dreigend. Ik heb geleerd dat de rampenplannen die we zo hebben liggen. Schiphol en de Bilt, zwaar bewolkt, 10 graden. Wij ontwaken in Schoonhoven. Vandaag steken we de Lek over naar de Alblasserwaard en de Vijf Herenlanden. Wat wij nu de grote rivieren noemen, zijn beschaafde stromen vergeleken met wat ze eens waren. Zo'n 10.000 jaar geleden vertegenwoordigden ze een onvoorstelbaar natuurgeweld. Als in de Alpen sneeuw en ijs begonnen te smelten, stroomden enorme hoeveelheden water, veel meer dan tegenwoordig, naar deze delta en werden tonnen grind en zand afgezet. De delta was tientallen kilometers breed en veranderde voortdurend van aanblik. Zomers stond hij vol met water dat op telkens wisselende manier zijn weg naar zee zocht. 'S Winters was het een kale zandvlakte met een steeds veranderend patroon van kreken en stroompjes. Ditzelfde onherbergzame landschap ligt er nog steeds, in fossiele vorm, 10 meter diep, onder de bodem van de Alblasserwaard. Morgen zullen we er meer over horen. Vandaag neemt Dick Kerkhof ons mee naar de tijd toen de eerste rivierdijken werden gebouwd en de Alblasserwaard een eiland in de delta werd. Gaan we heen, Kees? En waarom eigenlijk? We gaan naar de Alblasserwaard en vervolgens razendsnel naar de Vijf Herenlanden. De grens met Gelderland en dan komen we weer terug door de Alblasserwaard. Maar eerst even langs de Lek. In hoeverre is die rivier nou belangrijk voor de biedelbezoeken? Deze rivier? Deze rivier? Ja, die is... Eigenlijk moet ik zeggen dat de rivieren vanaf 2000 jaar geleden, die hebben Te lang verhaal, we zijn bijna aan de overkant. Een enorm stempel op dit landschap gebeurd. Zeg maar, de laatste 10.000 jaar eigenlijk is dit landschap vooral bepaald door de rivieren. De eerste bewoners begonnen vanaf de rivieroever het moeras te ontginnen. Die oeverwallen vlak langs de rivier die zijn wat steviger, wat kleiger, daar kun je op wonen. En bovendien, voor het vervoer was je destijds gewoon helemaal afhankelijk van de rivieren, want die polders hier, dat was allemaal ontoegankelijk moeras. Dit, hierachter, was allemaal moeras. Wat zochten die mensen toch in die prut? Vraag ik me hoe lang, hoe vaker af tijdens deze rit. Zeker als je daarom gaat nagaat wat er vervolgens gebeurde, gingen ze dat moeras ontwateren. Ja? En het gevolg was dat het na een paar honderd jaar al vrij gauw, kwam het zo diep te liggen dat het niet meer vrij konden afwateren. Dus ze moesten ze met molentjes aan de gang om het nog verder te blijven ontwateren. Moesten steeds betere dijken aanleggen om te beschermen tegen de rivieren. Dus in feite is het inderdaad
Ze waren echt aan het malen geslagen. Aan het malen geslagen. In wat twee betekenissen. De vroegste bewoners kropen met hun huizen dicht tegen de oeverwal aan. De oudste dorpen liggen als een lang lint langs de dijk. Dus die kerk die staat in de dijk. Maar dan moet je dat zien hier. Hier rijdt echt de kerk in. Oh ja. Ja, dan moet die dijk nog versterkt worden. Dus... Als je daar in de kerk zit, dan komen de vrachtwagens werkelijk ongeveer op zover van de preekstoel langs. Ja. En hoe gaat het dan verder met die dijkverhoging? Dan moet die kerk afgebroken? Nee. Ik geloof dat de bestaande dijk gewoon verhoogd wordt. In vroege tijden leefden de bewoners in voortdurende angst voor het water. Ze konden de dijken niet vertrouwen en ook niet degene die ze onderhouden moesten. En ze wantrouwden hun buren, die meer naar het oosten op hoger gelegen gronden woonden. Dus wierpen ze, desnoods in eigen beheer, dammen op uit voorzorg en bouwden dijken dwars door de Alblasserwaard om zich tegen de wateroverlast uit Gelderland te beschermen. Het is eigenlijk één gigantische geschiedenis van elkaar water toeschuiven en testen. En, Echt. En macht uitoefenen met water. Ja, maar dat is de hele geschiedenis van het Hollandse landschap. Altijd weer... We hebben te veel water. Bestuurlijk was dit erg verbrokkeld. Als je kijkt naar Vianen, dat was een vrije stad. Formeel viel het dan onder de graven van Holland, maar dat was ook maar... Het was toch een buitenbeentje. Dan kon je als Everdingen crimineel dat viel onder de Gelderse heren. Hagestein was eeuwenlang van de bisdom Utrecht. Het was bestuurlijk heel erg verbrokkeld. Ja. En dan had je nog die eigenwijze boeren die zelf het heft in handen hadden. Ja, al die polletjes die waren natuurlijk eigenlijk in principe zelfstandig. Autonome waterschap. Allemaal een eigen polderbestuurtje. Ja. Zo'n dwarsdijk verhinderde dat de Alblasserwaard vol zou lopen. Maar de boeren die bij een overstroming aan de Gelderse kant dreigden te verdrinken, schroomden niet om zo'n dijk te vernielen. Hoe het ook zij, opzettelijk of spontaan is de Alblasserwaard vele malen onder water komen te staan. Daar naderen wij de grens van Holland en tegelijkertijd en de Diefdijk en het wiel van Bassa, toch hè? Ja. Het wiel van Bassa. Het wiel van Bassa is het grootste wiel van Nederland. Het allergrootste wiel van Nederland. Dat is heel raar, want hierachter ligt geen rivier. Er ligt niet eens een rivier achter, nee. Dat is zo gek. Die dijk is doorgebroken terwijl er geen zee en geen rivier achter zit. Dus dat verhaal van de Diefdijk, en daar zitten we nu bovenop. Wat een hoge dijk. Een hele hoge dijk. En dat is Gelderland, hè? Dat is Gelderland. Dit is Holland. Dat is Holland. In 1571 is het voor de eerste keer doorgebroken en toen is die wel gewicht provisorisch. Maar twee jaar later, in 1573, is die weer doorgebroken. En het probleem was dat in 1573 was de 80-jarige oorlog flink aan de gang. En in verband met oorlogshandelingen konden ze die dijk niet zo snel dicht krijgen. Die is pas in 1577 gedicht. Dus hij heeft 4 jaar lang heeft dat gat hier open gelegen. En dat kolkgat werd steeds maar groter. En dieper. En vandaar dat hij zo groot geworden is. Hoe kan het dan dat er zo'n gat in die dijk komt? Ik bedoel, er staat hier gewoon een beetje water. Die Betuwe is heel erg groot, hè? Ja. En loopt af in de buurt van Arnhem. Ligt dat veel hoger dan hier bij Culemborg. Als die ergens daar in het bovenstroomse gedeelte van de Betuwe doorbreekt en het water loopt dan met grote snelheid naar binnen, soms dan komt er een gat van een paar honderd meter breed in zo'n dijk, als ze er niet op tijd bij zijn, dan loopt dat in die badkuip naar het laagste punt. Hier. En dan komt het hier zo tegen die dijk te staan en dan staat het niet 1 of 2 meter hoog, nee, dan staat het 5, 6 meter hoog, tot bovenaan die dijk. Oh, daarom is die dijk ook zo hoog? Ja. Neem ik aan. Ja, en dat is omdat die ook nog steeds dat water moet tegenhouden. Nu? Nu nog steeds. Het is een primaire waterkering. Dit beveiligt Holland. Ja. Het laatste. Maar volgens mij loopt er gewoon een snelweg dwars doorheen, hoor, de A2. Klopt. Maar daar hebben ze speciale voorzieningen voor getroffen. Deuren die om de achterkant laten zakken. De A2, dat kun je dichtmaken. Dit is niet te verstaan zo. Volgens mij moeten we daar even gaan staan, want dan kun je zien hoe hoog die schuiven zijn en hoe die zaak naar beneden kan. En je kunt hier zo wel even daar gaan staan. Dus die handboel, die schuiven ze naar beneden. En dat is,
Maar die is niet zo hoog als die dijk. Dat is 2,5, 3 meter. Want de dijk is hoger. De dijk is hoger. Er wordt nu ook uitgerekend bij verschillende overstromingsscenario's in de Betuwe hoe hoog het water hier kan worden. En dat moet die dijk dan keren. En dat betekent dat die coupure hier ook versterkt moet worden. En dat wordt dus helemaal opnieuw ingericht. Maar er komt wel degelijk een constructie zodat het boel weer afsluitbaar is. We gaan naar Gorinchem om te overnachten. Kees heeft een afspraak met zijn vriend en collega Rudy van Meurs. Die heeft veel geschreven over het leven achter de dijken en kent de vrezen des heren in de Alblasserwaard. Ik was eens een keer bij meneer H. van Rossum, een waterstaatingenieur van de staatkundig gereformeerde partij. Oh, ingenieur H. van Rossum. Dat was in de jaren 70 gewoon. En hij zei door mij op die hele gedragen stem van die man, weet je, als een SGP'er, die zei van alle gaten en wielen in het rivierengebied zijn monumenten van rouw en verdriet. He, die gaf aan dat elk wiel dat je ziet, daar is natuurlijk een drama aan vooraf gegaan. Daar zijn doorbraken geweest, er zijn in dit gebied honderden doorbraken geweest, in het verleden echt honderden. En die hebben allemaal op een bepaalde manier mensen verdriet veroorzaakt. Maar, en nederig gemaakt. Maar die nederigheid, die zie je heel erg. Kijk, mensen bouwen nu paleizen, maar toen die eenvoudige dijkwoning waarin ik zelf woon, laag, gebouwd zeg maar in ontzag voor de elementen. Ja, dat had ook te maken met het water. Dat had ook te maken met het water dat kwam. En daarvoor verborg je een beetje achter die dijk. Niks van die grote poenige huizen zoals tegenwoordig. Maar, nou, en, ja, die mentaliteit, die geestesgesteldheid is zo gevormd door al die omstandigheden. De volgende morgen blijkt eeuwenoud nieuws het journaal te halen. Het plan van het ministerie om in het westen van ons land zout water binnen te laten stromen. Door de aanhoudende droogte is het grondwaterpeil in sommige gebieden tot een onaanvaardbaar laag niveau gezakt. Daarom overweegt het ministerie van Verkeer en Waterstaat om, als het niet gaat regenen, zout water uit de Hollandse IJssel te pompen. Dit is nodig om verzakking van de veenbodem te voorkomen. Maar boeren vrezen voor schade aan hun landbouwgrond. We zijn in Gorinchem aangekomen met onze reis, dus we trekken hier. Okay, en dan kan je toch naar Hoornaar, dat is die kerk in elk geval op die donk. En dan zo door, weet ik veel, zo. Ja, in elk geval moeten we de donk, waar was het nou? Ja, de donk van Brandwijk, de Braankse donk. Die ligt daar, ja. Die moeten we hebben. Vandaag gaan we donken zien. Donken zijn duinen die opstoven in de delta toen die nog kaal en zanderig was. Later, toen de zeespiegel steeg en de delta onder water kwam te staan, gingen die donken kopje onder en ontstond hier het veenmoeras. Toen het moeras ontgonnen werd en het veen begon in te klinken, kwamen de toppen van de donken hier en daar in de Alblasserwaard weer boven. Kleine verhogingen in het landschap die je nauwelijks ziet als een archeoloog je er niet op wijst. We rijden met Marten Verbrugge naar de donk van Hoogblokland. Tot voor een jaar of 30 waren we er allemaal van overtuigd dat hier geen mensen gewoond hadden. Het was gewoon één groot moeras. Misschien was er zelfs wel malaria, dus ongeschikt om te wonen. Pas vanaf zo 1950, 1952, toen de eerste vondsten gedaan werden. Kijk, nu gaan we trouwens heel licht omhoog, voel je? Ja. Je moet iets gas bijgeven. Ja, dit is de vals plat al. Ja, dit is de aanloop tot de donkerreeks Arkel Hoogblokland. Maar het is maar heel gering. Als je hier kijkt, ligt er nog geen zand. Nee. Maar omdat het veen hier omheen ingeklonken is, is dit al wel ietsje hoger gelegen. Want daar gaat hij echt omhoog. En daar hebben we de echte donk liggen, ja. En kijk, hier naar rechts zie je dus allemaal een heel hoog slootwaterpeil, nog geen zand. Kijk, hier zie je dat het oploopt. Ja. Dus het is ook een hele smalle donkerrij. En hij staat nog hoger. Hij staat behoorlijk hoog, ja. Het is ook een hele smalle, lange donk. Aan de andere kant gaan we er weer net zo snel vanaf. Op weg naar den donk wijst Marten ons op nog een bijna onzichtbaar fenomeen, de kreekruggen. Hier vertakte de Rijn zich ooit in een wirwar van stroompjes en kreken in de richting van de zee. Ook in die kreken zette zich zand af en die zandruggen voel je nog steeds als je van zuid naar noord door de waard rijdt.
we razen hier dus met de weg naar het noorden. Die weg die loopt van zuid naar noord. En we doorsnijden elke keer om de 50 meter zo'n kreekrug. En hoe zie je dat? Die kreekrug is een flauwe welving. En we voelen eigenlijk dat de auto ietsje omhoog gaat, alsof je een laag bruggetje overrijdt. Kijk, nu gebeurt dat weer. Even dat lichte gevoel. En hier gaan we weer naar beneden. Dat is dus een kreekrug. En al met al is het een verschil van 50 centimeter. Als je het niet weet, dan merk je het niet. Maar dat die wegenbouwers dat niet weggeëgaliseerd hebben? Nou, die kunnen dat wegegaliseren als ze zouden willen. Maar na 10, 15 jaar, omdat het veen om die kreekrug heen nog steeds wat inzakt, komt die kreekrug vanzelf weer terug. Dus het is onbegonnen werk. Lange tijd werden donken afgegraven omdat ze niet veel meer dan oninteressante zandhopen leken. Tot men in de jaren 50 sporen van menselijke aanwezigheid uit de steentijd vond op de Hazendonk. Kijk, hier voelen we dat de weg behoorlijk omhoog gaat, ja, zo tegen de Brandwijkse Donk op. Hier rechts zien we dat het gras helemaal verdord is. Er zijn hier ook wat kuilen te zien. Hier is een deel van het donk afgegraven. We zien het gele zand hier. En hier daar bij de lantaarnpaal staan we bijna op het hoogste punt. In feite is die 20 meter. 20 meter, maar het is slechts een topje van 6 meter wat boven het veen uitsteekt. Kijk, als je rondom kijkt, dan zie je ook precies aan de kleur van het gras waar het donk onder het veen duikt. En als je de donk opkijkt, dan zie je dat er opeens de hogere bomen verschijnen. Eiken in dit geval, die 20, 30 meter hoog zijn. We weten ook bijna zeker dat de mensen uit de steentijd die donk op grote afstand hebben moeten kunnen herkennen. Niet vanwege die lage boompjes in de omgeving, maar die enorme woudreuzen die er bovenop staan. Ja, dat was eigenlijk ook een landschap lezen van die mensen. Absoluut. En die wisten precies welke route ze moesten varen, ook om bij een donk uit te komen. En die verheftigde, die bult dus in feite. Ja, absoluut, ja. En dan gingen ze hier even kamperen. Ja, dan gingen ze hier camping. Nou, ze gingen hier kamperen. Wat archeologen nog steeds niet goed weten is of ze hier voor een jaar lang hun onderkomen hadden en echte huisjes bouwden. Of dat ze hier voor een weekje waren om te gaan vissen en te gaan jagen. Oh, en dat ze van donk naar donk? En dat ze van donk naar donk gingen, ja. Nou, wat ik hier heb, dat stelt eigenlijk niets voor. Het waait wat, maar ik kan het op je handen strooien. Hoe weet de archeoloog nu dat hij... Het is kostbaar, dus ik mag niet... Nou, nee, het is niet zo kostbaar hoor, er is genoeg van. En hoe weet de archeoloog nu dat hij, als hij boort, dat hij in een archeologische vindplaats zit te boren? Mm-hmm. Want hij boort natuurlijk niet meteen een huis op of een skelet. Nou, wat er dan is gebeurd is, wij zetten die boringen in dat veen. Tegen die donk aan en dan vinden we minuscule fragmentjes. Maar je raakt daar zo op getraind en dan merk je dat al die kleine snoertjes van die hele kleine fragmentjes, die vormen een laagje. En als je een laagje hebt, dan weet je dat dat niet van nature daar terechtgekomen is. Uit de lucht gevallen of aangespoeld. Mm-hmm. We zien hele kleine stukjes houtskool. Dat is voor ons wat we noemen een hele prettige indicator voor menselijke bewoning. Dat is gewoon van de kampvuurtjes die ze gestookt hebben. En dat bot is dat van de beest? Dat is over het algemeen van visresten. En dan, als je heel erg veel geluk hebt, dan kom je bij het ultieme bewijs uit. En dat is aardewerk. Hey. Dit is een aardewerkscherfje. Van zo'n tussen de 5.000 en 7.000 jaar oud. Een echte specialist kan dat precies dateren. Die we veel opgravingen gehad Dit hebben. Dit is gebakken. Dit is gewoon gebakken aardewerk en dan weet je gewoon mensenhand. Langs de Gieze, een even mooi veenriviertje als de Vlist in de Krimpenerwaard, rijden we naar de zuidkant van de Alblasserwaard richting Hardingsveld Giesendam. Maar de biesbos was toch Brabants? Nee, de biesbos was oorspronkelijk zelfs, toen het nog geen biesbos was, was het de grote of Zuid-Hollandse waard. Dus net zo'n waard als de Alblasserwaard aan de overkant van... Dus gewoon ingepolderd dijken eromheen? Ja, en die is in 1421 is die met een grote overstroming vergaan. Is het Hollands Diep onder andere ontstaan en de biesbos. En uiteindelijk is nu het grootste deel van de biesbos inderdaad hoort het bij de provincie Brabant en een deel is Hollandse biesbos en er is ook nog een stukje bij de Moerdijkbruggen wat Dordtse biesbos wordt genoemd. We gaan de biesbos in, de Hollandse biesbos. Ja. Oh, het wordt springen. Hallo. Kees Slager. Goeiedag, Jacques van der Neut.
Dit gaat ons door over de Amazone voeren. Ja, alleen de Nederlandse Amazone. De echte Amazone is natuurlijk een stukje groter. Maar ja, het landschap waarnaar je kijkt heeft voor het merendeel een zeer natuurlijke aanblik. Dat mag je maar in feite is iedere struik en boom beroerd door mensenhand. Het valt een beetje tegen, ja. Maar... Dat ik eindelijk terug in de natuur te zijn. Ja, het is weer cultuur. Maar je bent wel terug, maar vroeger hebben hier honderden mensen gewerkt. En gezwoegd, geploeterd en misschien ook wel gevloekt. Toen werden al die stukken griend, zoals wij dat hier noemen, een vorm van hakhout. Die werden dus om de 3 jaar gehakt. En dat hout wat eraf kwam, werd gebruikt als boerengeriefhout. Schopstelen, bezemstelen. Dit was griend. Ja, dit waren allemaal grienden. En de horizon van de biesbos lag dus toen... Zeker 10 meter lager. Want al die struiken werden periodiek afgehakt. Het hout had een bepaald nut. Ja. Nu is die functie voor een groot deel vervallen. En nu krijg je dus een natuurlijke en een hele spontane ontwikkeling. Het mag omwaaien, het mag omvallen, het mag doodgaan, het mag kwijnen, het mag ja, van alles. Het nieuwe natuurbeheer, gewoon alles laten gebeuren. En af en toe er langs varen om te kijken dat het nog gebeurt. Een makkelijk baantje eigenlijk, hè? Is dat nou een zalm, vrouw? Ja, ja. Een echte. Jacques brengt ons naar de polder met de poëtische naam Kort en Lange Ambacht en Ruigte Bezuiden den Perenboom. Ja, dit was dus jarenlang in gebruik als landbouwgebied. Ja, dan komt dus 93, 95. We moeten iets gaan doen aan de opvang van water. Ja. Nou, de regering komt dan met die wet. En dan moet er rondom de biesbos 2100 hectare aan de reguliere landbouw worden onttrokken. Die boeren zijn uitgekocht, want we hebben behoefte aan klei. Onze dijken in het rivierengebied, in het beneden rivierengebied, die gaan we ophogen en of verzwaren. En daar is veel klei voor nodig. En dan graven we gewoon die polder uit. Juist. Ja. Loopt het hier vol dan? Dat is de volgende stap. De aannemer is nu nog bezig met de afvoer van klei. Zodra dat gedaan is, dan... Steken we de dijken door. Ja, dan komen de gaten in de omringende dijk. Zodat dus bij een hogere rivierafvoer het water kan worden geborgen. Terug naar de nieuwe natuur van vroeger. Tjee. Kijk, een ontpolderde polder. Maar dit lijkt wel echt heel erg oer. Toch? Ja, het begint er inderdaad aardig op te lijken. En het mooie is dus, we hebben verder niets gedaan, alleen die opening in de kade aangebracht. Waar is die? Daar lopen we nu naartoe. Oh, daar gaan we naartoe lopen. Ja. Ah, prachtig. Kijk eens even. Hier voorheen... had je een hele smalle sloot die hier liep, zie je? Maar door de kracht van het in- en uitstromende water is dat wel een gat van 20 meter breed geworden. En over een uur of 6, 7, dan lopen we weer de andere kant op. Ja, dit is zoet en op en neergaand water. Zoutwatergetijdengebieden vind je op wereldschaal veel meer. Je hebt delta's, je hebt estuarinegebieden, maar hier heb je echt een zoetwatergetijdengebied. Want het water komt dus op van de nieuwe waterweg. Ja. Zout zeewater, dat duwt 2 keer per etmaal met opkomend tij op zee, duwt het die zoetwaterbel 2 keer per etmaal terug. En dat veroorzaakt hier dus hoog en laag water. Maar het is inderdaad, je moet dat onderstrepen, zoetwatergetijdengebieden vind je op wereldschaal maar heel weinig. Ik denk dat je het op 1 hand kan tellen. Holland, met je koetjes en je weiden, ik mag jou zo gaan rijden. Zoals de wielen langs de rivierdijken monumenten zijn van doorstane ellende, zo herinnert dit verstilde landschap ons aan de meest dramatische van alle natuurrampen uit de geschiedenis. De Sint-Elisabethsvloed, die hier in 1421 duizenden mensen verzwolg. Ik hou van Holland, met je bossen en je heen. Ja, blonde duinen en wanterij op heel die strotaard, al ben ik van